Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Een video waarin ik echt even niet weet waar ik moet beginnen. <laughs> Holy shit! Wat een heftige twee weken heb ik achter de rug. Um, ik, ik heb heel veel uit te leggen, ik heb heel veel op mijn hart. Um, laten we voorop staan, beginnen bij het feit dat ik echt de afgelopen twee weken <tie> bijna 200 uur gewerkt heb. Um, en dat heel veel van de, wat er allemaal gebeurde uh, op mijn video's, op snippets van Instagram en Facebook. Ik heb dat grotendeels, godzijdank, op dat moment gemist. Ik was gewoon alleen maar aan slaap, eten, werken, slaap, eten, werken. Um, dus wat dat betreft uh, is het op dat moment best wel langs mij heen gegaan. Behalve de real-life reacties die ik kreeg. En die waren allemaal super lief. De mensen om mij heen, mijn vrienden, mijn familie, mijn collega's, mijn bekenden, iedereen was super lief. Dus toen ik eenmaal dook in de wereld van de comments, dacht ik. Holy shit. <laughs> wat, wie, waar, hoe, waarom? Hè, wat gebeurt hier? Um, ik heb het nu nog een keer zelf terug kunnen kijken. Ik heb nog een keer de tijd genomen um, en echt dieper geanalyseerd wat er precies gebeurt. En ja. Jongens, waar, waar moet ik beginnen? Ik begin bij het feit dat ik snap waar het vandaan komt. Ik snap dat wat je ziet, dat je denkt: maar dit is niet de Sofie die ik ken. Huh? Maar dat valt me tegen. Als ik mezelf terugzie, vind ik het ook heel heftig. En dan denk ik: huh? maar ik ben toch helemaal niet zo ontzettend aanwezig. Nou, aanwezig is niet het goede woord. Ik ben toch niet zo ontzettend. Nou, belerend, laat ik jullie woorden gebruiken. Ik ben toch niet belerend of ik, ik ben toch niet bedweterig? Um, waarom lijkt dit dan zo? En dan ga je terug naar je eigen ervaring. Het mooie is, toen ik uit het huis kwam, heb ik zelfs getwijfeld of het überhaupt wel uitgezonden zou worden. Het is een risico wat je loopt. Als het niet leuk genoeg is, niet uh, vermakelijk genoeg, niet genoeg entertainment, wordt het niet uitgezonden. En um, ondanks dat wij een hele makkelijke Sociale, easy peasy, lemon squeezy date hadden. Dacht ik, ja, maar was het tv waardig? Volgens mij niet. Zo, nou, er waren absolute momenten waarvan ik dacht: oké, okay, dat heb ik even verkeerd ingeschat. Maar er is zo ontzettend veel wat jullie niet zien. En met ontzettend veel bedoel ik ook echt ontzettend veel. Echt waar. Wij zijn daar natuurlijk 24 uur. Jullie zien echt letterlijk een half uurtje. En um, ik denk ook dat het, dat het best werkt als ik met jullie eigenlijk even gewoon de date bespreek. Zoals die echt was in zijn volledigheid. Um, ik kan alleen maar vertellen vanuit mijn gevoel en vanuit. Mijn ervaring. Wat betekent. Um, ik wil niets zeggen over Michael. Ik kan alleen zeggen wat ik heb ervaren en ik moet hem hier buiten houden. Want ik weet niets anders dan wat ik daar heb meegemaakt. In eerste instantie komen wij binnen, dat zie je: we hebben het ontvangst, we hebben de cadeautjes. Um, en vanaf dat moment gaat het eigenlijk heel soepel. We komen een beetje terecht in een soort van een standaard date-praatje: van wat doe jij, wat doe jij, wat vind je leuk, wat vind je belangrijk, wat, waarom heb je je opgegeven, uh, wat is het type waar je normaal op valt. En um, nou, ook een super leuk. Easy peasy gesprek waarin we ook zeggen: van nou ja, ik, ik geef gelijk aan van ik ben een onwijze pleaser en ik heb de afgelopen tijd wel geleerd om dat minder te zijn. Um, maar dat, ja, ik, ik heb altijd de neiging om iemand anders op nummer 1 te zetten en uh, vaak daardoor kom ik heel veel tekort, maar ik vind dat ook moeilijk om aan te geven en hij zegt precies hetzelfde. We hebben echt de eerste paar uren gepraat over hoe bizar we op elkaar lijken. Bizar! Ik zeg het ook een keer van het is alsof ik met mezelf praat. Ik krijg een soort van spiegel voor waarvan ik denk: "Holy shit. Dit ben ik in mannelijke versie." En we lachen er ook om en ik probeer want ik merk dat als we zo op elkaar lijken, dat ik ook denk: "Oh, maar hey, ik heb ook al zoveel geleerd en ik wil daar zo graag met jou over praten van hoe heb jij dat ervaren en hoe heb jij dat gedaan?" En Um, ik ga op zoek naar een, een soort van uh, diepgang. Dus wij gaan na dat gesprek, we zitten eigenlijk al die tijd boven aan de tafel, aan het gesprek, gaan wij een spel doen. En dat is bierpong. Dat is verder helemaal niet uitgezonden, dat zie je niet. Maar we gaan bierpong spelen, spelen aan de hand van kaartjes. Uh, die vraag op die kaartjes zie je ook niet. En de grap is dat bijna elk kaartje wat komt, hebben wij boven al besproken. Dus het ging zo vanzelf dat die kaartjes bijna er niet meer toe deden. Dus ja, we moesten ook een aantal keer zeggen: nou ja, daar hebben we het al over gehad. Maar hè, ja, dat we altijd de ander op de eerste plek zetten en onszelf vergeten. Zo gaat het gewoon. En um, ja, na dat spel uh, gaan we eten. Dat duurt allemaal ellendig lang. Ellendig lang. Want de boodschappen zijn super laat en we moeten een gesponsord gerecht maken waar we spullen voor nodig hebben. Uiteindelijk kunnen we pas om half negen s'avonds gaan eten. Dus wij gaan eten, bla 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 bla. Allemaal prima. Um, we, vragen, we pakken de vragenpot erbij en ook daar blijkt, we hebben heel veel vragen uit de pot gewoon al beantwoord. Uit onszelf. Super leuk. Um, maar ik merk dat het ook allemaal een beetje blijft hangen. En. Ik wil heel graag dieper in zijn ziel kijken. Ik ben iemand, ik heb zelfs de neiging, misschien dat dit daarom ook mijn werk is, om te veel van mezelf te laten zien. Ik geef mezelf heel snel bloot, ik geef heel snel het diepste in mij, en ik um, merk dat ik dat graag terug wil, maar dat het niet lukt. En hoeft ook niet. Laten we vooropstellen, hij mag delen wat hij wil delen, maar hij moet niets. Maar ik wil zo graag weten. Uh, misschien omdat ik zelf ook inderdaad in het proces zit, waar ik, waar ik aan het leren ben, waar mijn gedrag vandaan komt. En ik wil zo graag weten bij hem van hé. Hey, uh, Oké, okay, we lijken op elkaar. Maar waar komt dat dan bij jou vandaan? En hoe ben je zo geworden? En ik vind het zo'n interessant mens. En ik wil zo graag tot de kern door. En juist ook omdat dat gesprek zo lekker loopt. En omdat ik denk van, ja, dit, dit zou wel eens een match kunnen zijn. Wat ik ook zeg van, ik snap de match. Um, dus ik, na een paar uur denk ik, oké, okay, maar welke vragen ga ik stellen om er dieper toe te komen? En het, dat, dat lukt me niet. Um, en ik merk ook, wat ook een super grote spiegel is, dat ik, heb ik echt van geleerd. Ik vind het zelfs... Um, vervelend dat hij mij please. <laughs> ik vind het vervelend dat hij mij please. Want dat is mijn rol en dat is wat ik gewend ben. Maar ineens kom ik erachter dat um, um, vragen als: uh, Ik pak nog even een colaatje. Vind je dat goed? Ik wilde even een peukje roken als dat mag. Ik merk dat ik daarvan denk van hoezo als dat mag of als het goed is. Ik, ik wil gewoon graag dat hij in zijn eigen kracht gaat staan en doet wat hij wil. En ik, ik wil zo graag weten wie daar zit, wie daaronder zit en wat de kern van zijn wezen is. Want ik vind het een leuk mens en ik wil meer weten. Maar ik merk ook, en dat zie ik ook heel goed terug. En ik denk dat je... Het wordt uit de context gehaald. Ik blijf dat zeggen. Tuurlijk zeg ik wat ik zeg op dat moment. En er sta ik grotendeels achter. Um, had het op een andere manier gezegd kunnen worden, 100%. Maar. Ik merk de frustratie bij mezelf dat ik na uren probeer op een dieper level te komen waar ik behoefte aan heb. Nogmaals, het is vanuit mij. Het zou kunnen dat hij dat helemaal niet had en dat hij daarom ook dacht: van ja, voor mij is dit goed. Um, maar ik wilde dat graag. Ik wilde dieper gaan. Um, en dat ik denk: oké, okay, maar nu ga ik dan even pittige vragen stellen. Vragen die op een andere manier misschien beter over waren komen, maar waar ik wel nog steeds achter sta. Ik wilde graag weten: wat heb je geleerd? Wat heb je meegekregen en wat zou je anders aanpakken? En inderdaad, omdat het nu zo geknipt is en zo pff, lijkt het heel belerend. Maar als hij mij dat terug had gevraagd, wat ik ook zo graag had gewild. Ik had zo graag gewild dat ik meer die vraag terug had gehad en dat ik zelf ook meer diepgang had kunnen laten zien. Want ja, op een gegeven moment ga je toch een beetje op slot. Dan had ik namelijk kunnen zeggen, want weet je. Weet je wat ik geleerd heb? Dat ik nog zo bizar veel moet leren. Oh, dat ik zoveel dingen heb gedaan waarvan ik denk had ik dat maar anders gedaan. Maar dat ik daar ook heel dankbaar voor ben. Dat ik wel die ervaringen heb. Dat ik heb geleerd dat ik echt confrontatie onwijs uit de weg ga. Dat ik ruzies uit de weg ga. Dat ik alles opkrop. En dat ik daarmee een groot deel van frustratie en problemen in een relatie veroorzaak. Omdat ik heel hard roep dat communicatie heel belangrijk is. Maar ik er zelf eigenlijk bar slecht in ben. Dat, dat had ik willen delen. Want ik denk, of ik geloof, dat als wij op die manier open hadden kunnen zijn naar elkaar, dat is het begin. Als jij in het begin kan zeggen van, hé, hey, hier zitten mijn problemen en hier zitten mijn sterke kanten, dan hoop ik dat je op langer termijn, dat iemand dus tegen mij zegt, hé, hey, volgens mij ben je dingen aan het opkroppen. Je hoeft het niet te vertellen, het hoeft ook niet nu, maar ik wil dat je weet dat ik er ben. En dat je op jouw moment daarover mag praten. Dit zijn, ik bedoel, ik denk absoluut niet dat iemand perfect moet zijn. En ik ben ook niet op zoek naar de perfecte persoon. Want als er iemand niet perfect is, ben ik het wel. Iedereen heeft imperfecties en ik denk dat dat de mens ook eigenlijk heel interessant maakt. Um, maar ik heb wel geleerd om de moeilijke vragen niet uit de weg te gaan. En ik zie hoe ze nu overkomen. Maar weet je wat ik dan ook zo graag had gewild? Ik had zo graag gewild dat hij dan op dat moment had gezegd... Oeh, ik vind dit eigenlijk een vervelende vraag. Of ik vind de manier waarop je me stelt niet prettig of bij wijze van spreken, je komt nogal belerend over. Zodat ik daarop had kunnen reageren. Want ik denk dat je leren en ontwikkelen samen doet. En tuurlijk, we kennen elkaar net en dat is lastig. Maar ik wilde dat niet in de weg laten staan. Ik dacht, ik wil alles 100% nu geven. Ik wil alle moeilijke vragen stellen. Ik wil je alle openheid geven die ik heb. Want ik zag iets. En ik denk, en mee zegt dat ook, ik zie de manier waarop je naar hem kijkt. Dus ik wilde dat elke keer opnieuw weer een kans geven. En elke keer proberen open te breken. Er is zelfs een punt. Want je ziet dus echt heel veel niet, hè? Want nadat uh, <coughs> na tafeltennissen gaan wij in de hot tub. Nou, dat zie je dus helemaal niet. Er wordt niks van uitgezonden. Maar daar heb ik zelfs in de hot tub aangegeven aan hem dat ik zei: Hé, hey, ik heb het gevoel. En ik hoop dat ik dat juist heb verwoord en dat het niet vervelend is overgekomen. Maar ja, ook ik heb dat zelf natuurlijk ook niet teruggezien. Maar ik heb tegen hem gezegd: luister, ik heb het gevoel dat je best wel uh, politiek correcte antwoorden geeft en dat je de antwoorden geeft die je denkt dat ik graag wil horen. En ik zeg dit omdat ik dat herken, omdat ik dit zelf ook heel veel gedaan heb. Maar ik wil zo graag weten wie jij bent. Wat denk je? Wat vind je? Vertel me maar gewoon open en eerlijk. En toen heeft hij inderdaad het antwoord op de vraag daarvoor ook veranderd. Dus toen dacht ik van: hé, hey, volgens mij kom ik nu ergens. Maar ik denk ook dat dit niet was wat hij verwacht had van de date of waar hij behoefte aan had. Want ik merkte ook dat de geslotenheid van zijn kant ook meer groeide. En dat wordt eigenlijk ook, zie je ook eigenlijk totaal niet. Voordat wij gaan slapen, hebben we nog een super lang gesprek. Ook over die aantrekkingskracht. Um, nou, dat wordt er allemaal uitgeknipt. Je ziet gewoon dat wij gaan slapen, het was wel echt een goed gesprek. Um, maar ja, waarin hij net zo hard aangeeft als ik dat hij de aantrekkingskracht niet voelt. Terwijl het nu best wel lijkt alsof dat van mijn kant komt, vind ik dat ik dat zeg. Hij initiatief. Hij neemt het initiatief in dat gesprek en hij zegt eigenlijk als eerste van... ik voel de aantrekkingskracht niet, waarop ik dat bevestig. Um, de volgende ochtend is er eigenlijk best wel een shift in, de, in het humeur. Er wordt vrij weinig van uitgezonden, want um, de vragenpot is leeg. En ik kom er dus ook achter dat zonder de vragenpot... Um, ons gesprekstof ook best wel staakt. Ik denk ook door... Dat we aan de ene kant echt alles al besproken hebben. op een bepaald niveau. en aan de andere kant omdat ik merk dat we alle twee gewoon heel moe zijn. We hebben super slecht geslapen. Um, je, je, nou ja, dat, dat ga ik later in de QA ook allemaal nog uh, beantwoorden. Maar ach man, het is allemaal zoveel. en we zeggen het ook tegen elkaar van we zijn gewoon moe. En op dat moment. Uh, worden de gesprekken nog luchtiger. We hebben het over wie is de mol, over expeditie Robinson. Gewoon alledaagse koetjes en kalfjes. Omdat het nog steeds makkelijk en gezellig is, maar um, de energie die je erin stopt. En ik, ik, kijk, ik kan niet voor hem spreken, maar mijn verwachting werd niet beantwoord. En misschien die van hem ook wel niet. Dus je hebt ook een beetje na al die uren zoiets van ja. Laten we het maar gewoon houden, zoals het is. Wat ook zo is: je hebt op dat moment al besloten, ga je verlengen, ja of nee? Je hebt ochtends vroeg al dat gesprek met de productie en de coach. Je hebt dat al beantwoord. Dus ja. Het is ook al een soort van afgesloten. Je hebt het al gezegd. Je hebt het, het is al duidelijk. Je moet alleen nog eventjes die twee, drie uurtjes met elkaar uitzingen. En dat was gezellig en dat was nog steeds leuk. Maar um, zeg maar de moeite en energie die je de voorgaande dag nog erin stak omdat alles nog open lag, die, uh, die vervalt dan een soort van een beetje. Um, ik heb het super leuk gehad. En. Michael is een fantastische vent. En volgens mij heb ik dat ook op ieder vlak heel duidelijk gezegd. En dat zie ik zelf ook terug in de aflevering. Wat je niet terugziet is hoe erg wij op elkaar lijken en hoeveel wij daarover gepraat hebben. En dat vind ik jammer, want nu zijn we als een soort van tegenpolen uh, afgeschermd. Alsof ik super dominant ben en hij. Um, nou, daarnaar moet luisteren of zo. Ik heb inderdaad in deze situatie een soort van de leiding genomen, omdat op begin bleven we zo zweven, want niemand nam initiatief en niemand zette door. Dus, we, dus weet je ook vanuit het coachgesprek. Zei ik ook van ja, we zweven een beetje. Omdat niemand echt een beslissing neemt. In wat gaan we doen? Uh, uh, wat, wat, wat is er nu de bedoeling? We zijn alle twee super afwachtend van onszelf. Wat in dit concept gewoon niet werkt. Dus ik trek van nature. Uh, ik ben, en dat is ook iets wat ik in therapie heb geleerd. Ik ben een chameleon. Dus uh, ik spring in het gat wat ik zie dat er valt. Dus ik begin een beetje langzaam te... Er iets meer de lijnen uit te zetten. Um, maar ik merk dat ik dat ook lastig vind. Omdat ik niet over hem heen wil lopen. En omdat ik hem die ruimte wil geven. Wat ik ook weer aangeef. Dus um, ook bijvoorbeeld met die tafelsetting... Dat ik denk. Ah shit. Nee maar nu doe ik wat ik wil. Maar wat wil hij? Wat wil jij? Vertel me wat je wil. En ik zie ook dat dat op, op sommige momenten dwingend overkomt. Maar ik probeer hem juist te motiveren. Zo van. Oh, vertel me. Vertel me wat jij wil. Um, want ik miste dat zo erg. Ik miste zo erg dat hij me um, echt zou vertellen wat er in een hem omging. En dat is iets wat super moeilijk is. Wat ik zelf ook super moeilijk vind. Maar ik wilde dat zo graag doen. Voor hem en voor mezelf. Um, en dat kwam er gewoon niet helemaal lekker uit. Dus had ik dingen anders gedaan. Tot op zekere hoogte. Want de eerlijk is eerlijk. De context. Het, ik zeg wat ik zeg. Maar ze hebben de context echt wel anders doen laten lijken. Um, en ik denk ook. En dat vind ik ergens ook heel confronterend. Zeg maar iedereen om mij heen is dus vet lief en positief. En dan denk ik: waar gaat dat dan mis? Waarom zijn de mensen die mij in het echt kennen wel positief? En de mensen die mij vanuit vlogs kennen niet? En dan kom ik terug bij mezelf. En dat vind ik best wel een teleurstelling. Dat ik dus blijkbaar in de afgelopen 8-9 jaar toch niet duidelijk heb kunnen laten zien wie ik ben. Niet duidelijk genoeg om te realiseren dat wat er is neergezet geen helder beeld is van wie ik ben. Kijk, want mensen zeggen wel van. Oh, ze hebben je zo anders neergezet dan je bent. Dat zegt iedereen die mij kent. Iedereen die mij kent zegt dat meteen. Maar zeg ook, maar Sofie, je hebt het zo goed gedaan. Je hebt de moeilijke vragen gesteld. Je hebt je opengesteld. Je was super sociaal. Je was lief. En dan denk ik, ja, dat is zo. En ergens is het ook een onwijs compliment dat het überhaupt een mogelijkheid was om mij zo neer te zetten. Want um, vanuit het verleden ben ik juist iemand die uh, haar grenzen niet stelt. Die over zich heen laat lopen. En ik zie daar wel een hele sterke vrouw. Eentje die misschien in die rol nog niet volledig comfortabel is en soms verkeerd uit de hoek komt. Ja, die dingen anders had kunnen verwoorden. Ja, maar het is ook nog wel iets waar ik natuurlijk ook in aan het leren ben. En ik ben daar wel trots op dat ik die stappen heb kunnen zetten. En. Ondanks dat het dus heel erg verkeerd overkomt en ik het anders had kunnen verwoorden, denk ik dat als je de hele date en de hele context had gezien, dat het ook anders was overgekomen. Wat niet wil zeggen dat ik het anders had kunnen doen, maar ik ben ook wel trots op mezelf. En ik denk. Dat ik daarom de reacties ook moeilijk vind. Dat ik denk van heb ik dan niet goed genoeg laten zien in de afgelopen acht jaar wie ik ben. Dat mensen nu zo aan me twijfelen. En dat mensen zeggen van ik vind je arrogant en het is niet de Sofie die ik ken. Ik wil je niet meer volgen dat ik. Maar ik ben toch altijd mezelf geweest. Ik heb toch altijd laten zien wie ik ben. En ik ben een hele hoop aan het leren. En ik ben heel imperfect. Maar is het al zo erg wat ik doe? Is het zo erg? Want volgens mij ben ik ook heel lief. Volgens mij ben ik heel duidelijk, heel open, heel lief, heel sociaal. Het enige wat ik doe, is dat ik vragen iets te hard push en op een verkeerde manier stel. Op een andere manier had kunnen stellen. Ik wil niet zeggen dat ik het op een verkeerde manier stel. Maar ik denk voor hoe de situatie op dat moment was. Um, komt het belerend over? En dat zie ik zelf ook. En dat zie je ook in de reactie. Ik vuur hem echt. Ik zeg dat gelijk. Ik zeg: Oeh, dit komt heel heftig over. Dat had anders gekund. Maar ik vind nog steeds dat daar een, een lief, sociaal, mooi mens staat. Dus uh, ja, dat doet wel zeer dat ik dan in de afgelopen acht jaar niet genoeg heb kunnen laten zien. Dat jullie weten dat dat er wel gewoon nog is. Dat mens dat ik laat zien. En dat ik er zo op afgerekend word. Terwijl, nou ja, wat ik zeg is ook waar. Ik, ik krijg heel veel berichtjes van mensen die, die wel positief zijn en die mijn hart onder de riem zeg, uh, steken. Onder ring steken, ja, denk ik. Um, ik krijg ook, ik heb ook een berichtje gehad: van het was toevallig vandaag, want er was dus een meisje die niet was uitgezonden uh, omdat haar um, aflevering niet boeiend genoeg was. En zij zegt: gisteravond je aflevering bekeken, alsnog best wel vergelijkbaar met die van mij. Bij jullie zijn er ook niet echt gekke dingen gebeurd en jullie gesprekken waren ook gewoon normaal. Dus alsnog geen idee hoe ze die selectie maken van wanneer het wel of niet op tv komt. Misschien scheelt het bij jou toch dat je een YouTube-kanaal hebt of zo. Nou ja, letterlijk wat zij zegt: geen gekke dingen gebeurd en jullie gesprekken waren ook normaal. Terwijl voor een ander deel, dus de gesprekken niet overkomen als normaal. Dus waar die grens ligt, vind ik heel moeilijk. Um, dit is al een super lang verhaal. En terwijl ik dit verhaal doe, denk ik, merk ik al dat ik denk... Ja, ik wil dit vandaag al posten. Want het leeft heel erg en ik merk dat ik heel graag mijn zegje kwijt wil. En dat het me heel veel pijn doet allemaal. En um, ik hoop <laughs> dat jullie het mens zien wat ik echt ben. Wat ik altijd heb laten zien, wat ik altijd heb willen laten zien. Um, ik ben gelukkig, godzijdank, ondertussen... Zoveel stappen verder dat ik weet dat ik een mooi mens ben. Een lief mens. Heb ik ook geleerd dat ik aanwezig kan zijn. Dat ik dingen verkeerd kan zeggen. Ja. Maar dat is toch ook altijd al zo. Ik bedoel, ik heb wel vaker video's moeten opnemen omdat ik weer scheef uit de bocht kwam. Want ik ben nou eenmaal een mens en ik ben imperfect. En sommige dingen kunnen anders. Um, maar laat me voorop stellen dat ik altijd liefdevol en respect met Michael om heb willen gaan. En met hem heb willen praten. En dat ik. Um, vanuit het diepst van mijn hart hem een eerlijke kans heb willen geven en ook heb gegeven, omdat ik echt potentie zag. Alleen ik denk dat ook het grote deel van de aantrekkingskracht misging op het feit dat ik niet de diepgang kon vinden die ik zo graag wilde. Dus um, dat had niet te maken met hoe hij eruit zag, wat ik ook zei van je ziet er gewoon goed uit, maar ik had een soort van extra diepere lage connectie nodig die ik niet kon vinden en daar liep het spaak voor mij. En dat kan voor hem heel anders zijn. Um, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Uh, ik heb dus nog een volledige QA voor jullie in, uh, in petto. En beelden achter de schermen. Die zullen dan gewoon vrijdag komen. Die zullen voor jullie dus over twee dagen. Ja, want ik ga dit vandaag nog plaatsen. Dus uh, die komt voor jullie over twee dagen. Um, en ik hoop dat je daar iets meer lol aan beleeft. Nu je dit hebt gezien. Heel erg bedankt voor het kijken. Uh, voel je vrij om alsnog te reageren en je, je ei kwijt te kunnen? Je mag je mening hebben, je mag voelen wat je voelt. En als je het idee hebt dat we niet meer bij elkaar passen of je wil me niet meer volgen, dan is dat ook je goed recht. Um, ik wil alleen heel graag laten zien waar ik vandaan kom en hopelijk wie ik ben.